Hij belt via Facebook. Hij heeft wel 5 minuten echt. We gaan beginnen nou toch? Ja. Ik moet wel. Yes, this should be fine. Hij moet gewoon komen deze Arnold. Arnold! Pas niet naar die ram, ja boys. Of we moeten eruit gaan. Gaan we eruit? All back out, ja, because this ram isn't there. Oh, ja, yeah, back out. Go back to the lobby. De weergoden laten zich vanmiddag van hun beste kans zien. Nee, niet dat allemaal. De voorkant of de achterkant. Even bij die back out. Deze hand, dat gaan we ook allemaal vasthangen hier zo. Hij moet op gaan schieten, man. Vaak met deze boy. Zo traag, Edje. Ik wil echt op gaan schieten. Ai. Bjorn, geef me captain. Ja, ik heb stream. Kom erin, boys. We moeten gaan sturen weer. Jump in, guys. Nee, hij is er. Kom, Arnold. Spring erin. Arnold! Koude flikken, man. Ja, deze CP is ook niet daar. Mijn CP is aan het tellen. Je gaat in die positie staan, man! Ja, kom, niet bellen, we gaan nou spelen. Oké, we gaan de play nou, ja. Dat is motherfucker. Echt waar, man, deze boy. Geef die bal niet op die ram. Ja, kom spelen maar aan het. Volgende keer staat die wissel, hè, Ahmed. Volgende keer wissel, hè. Voor een bordje, of niet? Let's go, boys. Full focus, we have this, guys. If we finally start. You know which one is also good in this game, D? Stop and go. This turn. Een warm welkom allemaal vanuit dit stadion. Go. Ideale omstandigheden en een prima grasmat. Ik ben Sibeke Vos. En, oh, fantastisch gered toch? Door de keeper. Edje, blijf bij die man. Kelly. Ik krijg hem zijn positie. Oké, goed. We krijgen een inworp. Let's go. Put pressure on them. Zoals die. Na die tackle is hij de bal kwijt. Alle ruimte voor het dribbelen. In het midden van de 16. En die bal wordt weggewerkt. CB, one front post, one backstick, ja. Komt de hoekschop in het midden. Yes, nice. Dat was een heel aardige kans.
maar try to press it. Ja, de doelman kon hem uiteindelijk makkelijk pakken. They can play, they can play, we have them. Kelly. En weer de druk op de bal. Had je voor jou de tussenin blijven uit. Ze werken deze voorzitter. Nice defense. Pick a guy, pick a guy, pick a guy. In het midden van de 16. Buitenkant, buitenkant handig. Wat mooi, zit hij. Die heb je, die heb je. Brugge speelt onder druk. De keeper kan hem oppikken. Heb je, heb je. Heb je, heb je. Onderbreekt deze paas. Heb je deze vraag natuurlijk terug willen blijven. Moet hun snel zijn. Een stap op in. Ja, maakt niet, maakt niet. Ja, Bjorn, Edge, ze vragen dat jullie hun een beetje coveren, want hun zijn te snel. Dan moeten Achmed en dingen wat meer de buitenkant te pakken. Attentie voor de bezoekers in de vakken aan de noordzijde. Voor een defect in de aanleiding moeten we een bezoek brengen aan het einde van de zet wordt gegeven bij de tweede paal. Lekker, Ed. De voorzet komt met een tegenstander. Die moet nu opruimen. Togas, dat is wel met me. Ga voor hem staan, Bjorn. We proberen voor hem te komen. Oké, build up, build up. Blijf je bij. Dan nog CDM come short to him. Jammer, ik heb nog een keer. Ah, te laat, ja, dat is te laat. Het is buitenspel. Maar bij die. Should be there. Kelly. George, George, George. Mooi gegeven, die steunpaas. Ja, probeer daar wel wat actiever. Een hele belangrijke verdedigende actie. Ja, die, CP. Play, play. Dit play highline, hè. Bal afgepakt voordat ze echt gevaarlijk kon worden. Tijd, Kevin, tijd, 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 tijd. Ze hebben echt geluk, man. Als die bal één keer doorheen komt, is hij weg. Hij is jouw doen. Blijft hij zin? Die moet erin, hoor. Nou, die doelman wil nog wat meer van die mannetjes krijgen. Ja, had je vragen of vragen, met je? Om die bal erin te gaan, natuurlijk. Goed. In het midden. De trainer, die is ook niet zo blij. Langs de lijn, nu wel. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Lekker, Ed. Kevin in. Tijd, Kevin. Tijd, tijd, tijd. Zwakke paas wordt de bal onderschept. Hahaha, hocus pocus, wat een tovenaar. Probeer niet instappen, boy. Wat een spectaculaire beweging. Ja, lekker schijf. Watch out, watch out, watch out. Bjorn, probeer niet met R2 mee te bewegen. Van dichtbij ingeschoten en dan die redding. Haha, mooie reflex. Lengte bij lengte. Heel snel reageren, maar dat deed hij fantastisch. Schietkans verkeken. Build up again. Wat rest is het doeltrap. Ja, nee. Goed gepakt die bal. Ja, hij rent daar naar buiten, dat komt tussenin de ruimte voor mij uit. Goed verdedigend werk daar in de 16. Vooruit, vooruit. Clear it even niet. Come on. Get away from our own box, guys. Ja, ja, hij is aan. Ga maar, boom. Prima. Met R. Is geweken. Ja, met je. Bjorn, onder je. Oké. Okay. Gewoon post, ja, again. Ja, flip het over. De bal komt voor het doel. Daar komt de tegenstander tussen. You were all free. Geen medespelers. Zwakke voorzet, zeg. Guys walking back. Stevige tackle, maar... Hanad, Hanad! Beweeg wel, man. Je mag niet zijn. Na die tackle is het een inworp voor de tegenstander. Nee, nee, kort. Een beetje kort daar, man. Die lange bal heb ik geen ding. Ik ben klein. Hij is klein, toch? Naar het midden.
Kijk hier, gratis peer doepen. Wat een goal! En nou, voor die Arnold, die koude telefoon op, man. In plaats van. Echte beauty! Oh nee, schoonheid! Het eerste doelpunt is gemaakt. Ja, stand is 1-0. We moeten daar sneller met X gooien, gewoon. Een teamgenoot biedt ondersteuning. No, but they should bring it with X, de throw in, instead of throw it long, man, in the feet. Ja, goed van die scheidsrechter. Hij laat doorspelen na die overtreding. Uitstekende mogelijkheid. Uitstekende ingreep en de tegengoal voorkomen. Het is tijd. Zie je ook even? Winnen. Met je? Dat is een gevaarlijke steekbal. De bal wordt ingeleverd. Tijd voor jou, Edje. Keeper. Ja, dat is. Because he's in the mood. Edje, daar druk erop. Druk. De medespelers in het midden gegeven. Goed druk gezet, hoor. Oh, heerlijk gedaan. Wat een doelpunt. Het verschil is nu 2. Ja, maar dan komt dat we die voorzetten niet uithalen, dan niet actief druk zetten. Natuurlijk tot getonnen. Hier zie je de bal niet goed wegwerken. En met alle gevolgen de team. We moeten die voorzetten uithalen. Kijk, die man kan die bal aannemen toch? Als ze druk zetten, kunnen ze hem niet aannemen, kunnen ze hem niet overspelen. Moeten ze weer terug. Come on guys, we can have them easy. And try to pass more to the middle, to Cam or to CDM instead of down the line. Het zijn buur moet zeg maar echt die middenveld opzoeken. Ik heb mijn hele okay. Ik heb me niet anders om ons bed gelegd. Oh, we moeten pas L2 drukken als die speler echt die bal geeft. Niet van tevoren. Dan moet je voorsprong vasthouden of misschien zelfs verder uitbouwen in het tweede bedrijf. Zet we? We gaan het zien. Dat is goed pressen. Van dichtbij. Dat is weer druk zetten. Je moet vast erheen komen of een druk zetten. Ja, mijn is het begin. 1-10 maakt hier de dienst uit. Er staat 3-0. Die keeper kan de bal makkelijk pakken. Het is te veel vaart. Kelly. Slim, zo'n steekpaasje in de lucht. Uitstekend verdedigd hier. Schotkans verijdeld. Best goed voor je, boys. Zet verder door. De bal wordt voorgegeven. Behoorlijk ver naast, hoor, deze bal. Ja. Wat een actie. Goed afgepakt. Daar op de vleugel is nu wat ruimte. Ze moet nu scoren. En weer een doelpunt van Arboe. Ze heeft er nu al 3 gemaakt. Counter, dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe sneller wordt omgeschakeld. En dan de afronding in de korte hoek. De hoek van de keeper eigenlijk. Maar toch, hij zit, dus hij telt. Bal is hij kwijt naar die tackle. Kijk hoe hun druk zet, kijk hoe wij druk zetten. Blijft aan de bal. Continu van die bal af. Blijf hem goed staan uit. Zo'n wilde strijding, is dat nou nodig? Nou, ik weet het antwoord wel. Het antwoord is niet slim. En ook nog in een 16 meter. Hanna, beweeg man. Oh, dat doet hij mooi, zeg. Heerlijke techniek. Geniet
schieten. Maar met dank aan de hulptroepen komt de aanval door een halt worden toegeroepen. Boom. Hij schiet. Ah, mooi tegengehouden. Hier zit hij de groep bij. Uiteindelijk begint een beetje aan te vallen. Inzet van dichtbij. Ja, de reactie. Razendsnel. Mooi keeperswerk. Zitten we? Kijk, ze vragen heel de tijd of dat iemand bij zich wil blijven, maar iedereen rent op naar voren. Ja, en daar gaat het balbezit. De tegenpartij neemt de bal over. Kan er hiervoor gevaar zorgen? Beide teams nemen hun stellingen in. De bal komt voor het doel. Knap hoe de keeper de bal weet te pakken. Haas wordt onderschept. Heb je Kevin? Het balbezit is in het voordeel van de bezoekers. En zoals ze hier heerst op het middenveld, zou het me niet verbazen als ze een overtuigende zege boeken. Via die ingreep gaat de bal uit. Inborn. Zo geef je een bal onnodig weg. Ja, hij zou je horen. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over. De laatste fase. Het is midden. Te laat. Goed gepakt die paas. Moet gelijk doen hoor. Moet gelijk gooien. Zo is die. Kelly. Over de flank, want daar ligt nu de ruimte. Deze voorzet werken ze weg. Honnold. Beide teams nemen hun positie. Ga dan beter uit, man, in plaats van naast die vrouw te staan. Als je niet gaat spelen. We hebben nog 15 minuten te gaan. Deze bal onderschept. Mooi gegeven, die steekpaas. Nice. Dag, mooi top. Nice die. Kom maar. Verder met dit duel met een score van 4-1. Er zijn er die voor die tackle fluiten. Nou, goed pressen. Er wordt voordeel gegeven. Honnold. Maar prima. Die bal kan er gewoon in. Ja, nee, ja, ik zweer het, jongen. Wat kan gek hiervan? Hé, Honnold, ga eruit dan. Het verschil is niet gaan spelen. Hier is Telra journalistiek nodig. Stilstaan. De voorsprong is door dit doelpunt nog groter geworden. De zegen komt daardoor niet meer in gevaar. Ja, Achman. Ja. Een heerlijke steekbal. Doe bij jezelf. Ah, van daar zie ik. Power shot, van daar. Die ik kan never hebben. Ik kan never keep it. Never save it, die power shot. Hij pakt die bal. Die zit er uitstekend bij. De hoekschop in het midden. Nog steeds niet helemaal weg die bal. En weer stuit die bal op dezelfde speler. Ja, wat een reactie van de keeper. Geen doelpunt. Dit is een inworp. Not working. Stop met die lange bal. Ja, ik kan niet die inworp. Een sluwe steekpaas. Ze werken die bal weg. Lange ballen slaan nergens op. Corner voor het doel gebracht. Nee, die bal moet je beter wegwerken. Balbezit naar die sterke tackle. Gevaarlijk. Zo'n steekpaas. Op tijd vertrokken. Wat is hij van plan? Ah, jawel, offside. Dreiging is geweken.
De bal wordt weggewerkt. En dan mag er een hoekschop worden genomen. Hey. Dat is goed geblokkeerd. Ja, ik denk dat ik ook aan mezelf. We houden er nu echt mee op, zegt de scheids. What is all over your feet? Oh, they're flowers. I study botany, so... Oh, the plant guy. Resting dad face back there likes plants too. Ja, we moeten deze winnen, ja. Ik ben benieuwd wat ze die foto hebben gekregen. Roast fuel, speciaal voor jou gemaakt van 29 euro. Wacht, hè? Die sneakers, hè? Mooi krijgen. Goeie hoodie. Ja, ga maar door. Doe me. Voor dat geld aan deze. Wie wint dit, steelt roes. Dat is met het. We must win this, but... I don't know. We must focus more on... maybe we should switch a little bit. Die is Kaulo Hanad. Jij geniet van een zomersgevoel. Wij zorgen voor de... Edje, ga jij naar LVM? En CP to left back. Ontdek onze zomerjurken vanaf 1999. Nee, ga jij op RVM, laat CP naar links back gaan. CP, you take left back, ja. Nee, parkeer RVM of rechts back, anders. Doen maar beter RVM. Waar is deze Hanad? Hanad! Wacht even, kijk wat... Hij is fucking vervelend, man. Oké, dan... Duur een parkeerram. Dan heeft hij pech. Ga jij op rechtsachter dan, Ahmed? Deze man, jongen. Theezakje. Ja. Uit. Hoe lang, Ahmed? En liet zich nog wel eens doen. Goed, vertel mij alles over het onderzoek. Wel, voorlopig blijven we de piste van de inbraak volgen. Maar we sluiten natuurlijk niks uit, hè? Wat wij ons afvragen, John, is waarom Karel Raaks, toen dat alarm afging, niet heeft gewacht dat de politie er was. Ja, maar ik denk dat ik dat wel kan verklaren. Kijk, wij hebben vorige week nog een aantal aanpassingen laten doen aan het alarmsysteem, maar dat staat totaal nog niet. Ja, Hanad, pak jij RVM? Zonder enige reden. Dus, waarschijnlijk dat jij gewoon... Maar, ben wel actief, man. En ook, volgens de vrouw van Karel, moest hij gewoon dikwijls... En als je zit te bellen, ga eruit. In plaats van, ik heb die Annie hier zo, pak ik je op mandje. Ik ga fucking vreemd te zijn daar. Oké, nu ga je mij onmiddellijk vertellen wat er aan de hand is. Oh, niks te handen. Ik ben achtervolgd en gefouilleerd door creeps. Ze heeft gewoon een paar klappen. Daar ben je al mee bezig. Volgende keer. Ik zag misschien een buurtpolitie. Ze wonen allemaal vlak bij jou, Kevin. Geef ze klappen. Alles is voorbij, echt. Ga jij even naartoe. Ik zou jou niks zouden doen, anders had ik jou nooit gestuurd. Ik had denk dat kon geloven. Waarom vertel je me niet gewoon wat er is? Oké, let's go. Wie dat is? Ah, de Bob Marley kid.
Ik zeg niet iedereen wat moet doen. They play long balls. Hanat, ben je actief? Echt. Kom joh. Ik zweer jongen, ik ga je naar Kralingse Bos brengen. Ja, oké. En dan maak je rooien zeker. Ja, ik kom zeker daar. Met Edje samen, maar Edje zie je nou niet. Edje voel je alleen. Oké, die, go. Arno. Oké, actief, boys. Spannende wedstrijd, althans. Hanat! Mijn naam is Sierte Vos. Kamp, ik zie je. Hanat! Jeroen Gutter. Ga je actief spelen, anders ga je eruit. Hopelijk worden we niet. Daar kun je dat zeggen, man. Dit kan een leuke pot worden, Jeroen. Hoi, Siert. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb hier lang naar uitgekeken. Het is op papier een geweldige wedstrijd. Het zou wel eens sensationeel kunnen worden. Misschien wel historisch. Naar midden. Schept hij. Nee man, als hij gewoon normaal geeft en niet zo IE-paasje, dan was hij weg. Mara. Ja, Devil Crush. Ze raakt hem niet aan. Ja, hij heeft koffie. You want a short? Is dit dan? Tijd, Björn, je hebt tijd. In de tegenstand, want de paas kwam net niet aan. Zet ze vast hier. Ga mee langs de lijn. Hij raakt hem kwijt. Kijk, Björn. Om je. Is voor ons. Het zou eens. Backstick, ja. En dat kan tot een kaart leiden. Van de tweede paal, Björn. Deze speler krijgt nu al een gele kaart. Lastig hoor, zo aan het begin van de wedstrijd. Ja, je moet dan nog een heel unlucky. En elke keer op deze om voor te komen. Een geweldige ingreep. Oh, en het gevaar is geweken. Over een behoorlijk afstand gekopt die bal. En het scheelt niet eens zo heel veel. Maar ja, heel naast uiteindelijk. Nee. En met die actie wordt de tegenstander achteruit gedrukt. Ah, vooruit. Ah. AP. Dekken, boom. Leg af. Simpel geblokt. Nu moet je hem afleggen. Unlucky, goed voetbal. Ze kunnen deze voorzet onschadelijk maken. Goed. Maak jij breed, Björn? Kom maar. 1, 2. Boom. Gaan ze hier de leiding nemen? Nice. Ah, unlucky. Hoe keert die inzet? Je moest hit it 3 times. Opnieuw balbezit voor Rockets. Ja, sorry. De verdedigers hadden hem door. Duidelijk geval van buitenspel. Ik had hem al gedaan. Hanat, kom die bal halen daar man, als ze zijn. Als je mijn positie ook denk ik moeilijk halen. Ja? Ja? Heb je? Druk. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Ja, dit zou iemand maar raden. Misschien. Tijd, Kevin. Tijd. Weer midden. Hij legt hem bij de tweede paal. Over de achterlijn gewerkt. Het publiek komt van de bank. Huh? De mensen hopen dat de ploeg deze gelegenheid aangrijpt
om op voorsprong te komen. Nice, Pieter. Don't run away. Hanna, blijf daar. Je bent fucking CPM. Jongens, wat een wereldredding. Geweldig. Hoi, de verdediging heeft hier grote moeite mee. Tijd, Björn. Tijd. Haha, mooi klein. Opgelost. Nee. Het gevaar is voorbij. Een succesvolle actie van die speler. De bal is voor hem. Ja, mooi. Die steekpas. Kijk, Björn. Wat bijzonder RP aan te nemen. Dat is een goed puntje voor je voeten. Zet druk. Help hem daar, Björn, help hem. Een dreigende dribbel op de helft. Ja, nee, maar als hij een beetje gaat helpen, gaat hij lopen deze man, snap je? Goed gepakt die bal. Het zou goed voor de wedstrijd zijn als er eindelijk eens een keer wat gaat gebeuren. Oké, beide ploegen willen natuurlijk niet te veel ruimte weggeven. Het gaat gelijk op, maar je wilt wat meer, acties, openingen, kansen. Ja, hij was buiten spel. Ja, dat zou natuurlijk een stuk interessanter ook maken voor het publiek in het stadion. Lekker, Ahmed. Ja, maar die run is goed. Stevige tackle, maar voor de vergeven, juist. Sorry. Ik vind het een prima beslissing. Ah, Johnson. Yes, nice. Ja? Yeah. Voorwaarts. Vooruit erin, ja. AP. Ah, met je, Kevin. Deze pas kan hem wel scheppen. Yeah, if you keep it easy, we can win it. Rockets, krijg nu wat ruimte aan de zijkant. Kom helpen, Björn. Hij onderschept deze pas. Ja, yeah, maar hij moet daar wel helpen, snap je? Tijd, Kevin, tijd. AP. Ed tussenin. Kevin tussenin. 1 minuut blessure. Boom. Ah, als je die kon aanraken, jongen. Maar. Hoppa! Nee, dat het rust is, hè, Edje. Ja, maar doe rustig. You can have them if you keep the patience. You can have them if you keep the patience. Als we die go immediately over, ja, yeah? I will give it to you. Over de top. En Björn en Kevin, ga ook maar gelijk diep, ja. Bring to me and go deep. Yes, die. Die. En go bij deep, deze go deep, go deep. Is het de vraag wat de tweede helft zal brengen. Hier is de aftrap. De scheidsrechter lette goed op. Dit was inderdaad buitenspel. Ja, natuurlijk. Maakt niet uit. Nog steeds aan de bal hier. Die voorzet komt niet aan. Zo, dit is 27. In het midden van de 16. Go. En nou ben ik benieuwd wat de scheidsrechter gaat doen. I will bring it back to you. Maar geeft geen kaart. Ah. Die voorzet werken ze weg. Ver genoeg.
De pressen, zet druk ervoor. Anna? Knullig verspeeld. Ja? Chippie? Ja. Ja. Tijd. Hé, hey, hier. Rustig teruggespeeld. Dat is uit Plumbo. Pasen. Maar. Ah, dat getuigt van een fijn staaltje spel in zin. Ja, dat was goed te zien. Er wordt voor buitenspel gefloten. Dit is een mogelijkheid om een voorsprong te komen. Noodspot, ja. Welkom voor het doel. Die matige hoekschop eindigt in de handen van de doelman. Mag niet blokken. It's not allowed to block, I think. Ze werken nu aan de opbouw. Binnen de lijnen gehouden en nu is er ruimte. Ja. Nou, deze 10 seconden kun je zo op een trainerscursus laten zien. Zo hoor je een bal rond te spelen. Prachtig. Ja, yeah, no, but sometimes it bring it behind the defense and you can shoot it, man. Ja, ja, goed this time. Dat is hulp voor de aanvaller. Deze voorzet vindt geen vervolg. Hij raakt nog een speler van de tegenpartij. Goed schot. Dus blokken. Bal komt voor, in het 16 meter gebied. Ik kan de bal wegwerken. Tijdje. Oh, tweede. Jammer. Het af. Ja, het is net buiten spel. Unlucky. Nee, die bal moet je beter wegwerken. Maar bal gaat buiten. Inworp. Met je, ja. Om je, Kevin. Een fraaie dribbel hier. Juist. Waar gaat die eindigen? Hij is die. Hij is zo. De aanval Spaak. Lekker etje. Kijk. Nee, je moet er winnen. Deze paas eruit. Voor mij hebben we in de eerste default tegen, dus we moeten winnen. Als we op doelpuntverschil hebben, anders eruit. En de bal ingeleverd. You must win this, otherwise you are out on goal difference. Kijk, het lijkt zo makkelijk, hè? Het is oh zo moeilijk, uitstekend, geraffineerd. John, help hem daar. En die kopbal gaat net over de lat. Ja, best een aardige poging, maar je moet beter naar de grond koppen. Hij onderschept de paas. Ah, het was to the left, to yellow. Higuain. Waarschijnlijk een ultieme poging om alsnog die wedstrijd te winnen. Bal naar de spelers in het centrum. En het is maar goed dat die doelman ertussen zit, want de wedstrijd is bijna voorbij. Beide ploegen staan nog steeds gelijk. Nee, weggewerkt. Die David en van de dringend man. Hij schiet. Prima actie van de sluitpost. We gaan weer een hoekschop nemen. Bal wordt voor het doel gebracht. Gevaar is nog niet weg. Yes, yeah.
Goed geblokt dat schot. En weer zit hij er goed tussen. De speler staat in buitenspelpositie, zegt de scheidsrechter. Sibi. Op de klok zien we dat er nog 7 minuten te gaan is. Slim steekpaasje. Dan door. Boom. Nice, unlucky. Helemaal uit de penarie. Goed druk gezet hoor. Pasen. In het eigen doelgebied. Bal afgepakt. Direct. Een boom. Ja, goal. Ja. Lekker, Kevin. Een bizarre wending in de slotfase. En daarmee gaan ze nu aan de leiding. Wat een moment zie je het om te scoren ook. Lekker, Kevin. Wat is dit? Is dit gemakzucht? Nou, keep the defense tight, hè? Ik will help you as well. De bal wordt daar verloren op een plek waar het echt niet zou mogen. Met alle gevolgen van die. Dat is een bijzonder slot. Nee, Björn, je moet daar zeg maar nou we niet. En zoeken naar een op. Ja, dan komt dat naar voren druk zetten. Go, yeah, go. En daarmee redt hij zijn go. Team van de ondergang. I'll go forward. I'll go forward. Dit zijn ontsnappingsartiesten. Was het? Die? En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. Nee, te diep gespeeld. Die is voor de keeper. Ah, hij komt tussenin. Zo'n best Jens. Ah. De wedstrijd is no, bijna voorbij. Gaan ze alsnog opzijde, een winnende opzijde, opzijde, opzijde. Maar de vlag gaat omhoog. Best chance, boys. Best chance. 3 minuten blessuretijd. Ga maar, Björn. Daar is hulp van het teamgenoot. Pas. Er is niet niemand daar voor die goalbal. Bruin. Forward. Just kick it forward. Ja, maar, die gaat er uitstekend in. Er is ook niemand daarvoor in behalve Prime. Dat is wel kut af en toe. Unlucky boys. Ja, wie. Ja, en als je dan in blessuretijd alsnog op voorsprong komt, dan is dat waarschijnlijk de bokenslag voor. En met dat laatste fluitje wordt de wedstrijd beëindigd. We were niet to die tent, omdat de president. Ah, dat is erg ongelukkig, dit man. Maar na die wisseling was wel beter, man, deze potje. Moet zeggen. Probeer ik morgen in deze formatie verder te kunnen. Het was better after. Ik ben nog even. Ja, deze afgelopen gewoon een beetje renken, man. Maar we hebben wel beter gespeeld, man. Tweede. Derde potje. Unnecessary losing. Dit gaat je leven kosten. Wat doe je nog? De les is in de lockdown. Ja, ik was mijn sleutels vergeten. Maar ik heb er nu. Hey, wacht. Heb ik jou niet meer les gehad? Ik ben er nog lang niet. Zou je niet beter oefenen in plaats van je wel opruimen? Ja, ja. Allee, vooruit. Jo. Naar huis. Ja. Oké, dus zo check. Zijn mijn jullie's. Ja. Kom op. Sorry. Geen probleem. Je moet zien hier van thuis precies. Ja. Ze loopt hier dag en nacht binnen en buiten. Ik dacht nog dat Sam zijn vriendin was. Of zegt Louise ervan? Ah, it's finished, bro. Laatste die zal pakken. Daarbij zal ik nu zelf ook.
wij hadden gewoon een sleepover. Van meerdere dagen? Ja. Weet je naar Rados als hier is? Ja. Haar pa weet het nu, dus dat is eigenlijk niet gelogen. Oké. Nog één nachtje dan, hè, maar daarna moeten ze allebei naar huis. Kleine. Esther? Ze hadden het over rare milieus. Over een zekere Edith. Dat jullie al een belletje rinkelen. Ik ga jullie vertellen dat de rozenkruisers op die academie zitten. Kom aan, jongens. Rare milieus. Een Edith. Iets dat daar ligt dat dringend weg moet. Dat kan toch geen toeval zijn? Oké, geloof me dan niet. Maar ik ga er niet niks zitten doen. Wow, waar ga je naartoe? Naar Bob. Vind je ook niet dat zij dit moet weten? Louise, misschien moeten we haar hier ergens buiten houden. We denken dat het allemaal een beetje veel wordt. Zou je zelf zijn? Misschien niet meer weten wie je bent. Deze pruim komt morgen ook weer. Wat als we die liever niet nooit vinden? Etje. Dan moet ze alles opnieuw leren kennen. Alles. Ik heb ons morgen ingeschreven. Ja. Skip die Golden Bulls, maar man. Ja, lief is. Ahmed, doe je nog een potje mee? Ahmed. Kom erin dan, gaan we een potje spelen. Vanaf nu houden we dit gevulling door ons. Okay. Ja, even die botjes omhoog, man. Dan zijn die keeper en zo beter, snap je? Daarom wil ik spelen. Gewoon normaal renken. Ik vond ons die laatste potje veel beter dan daarvoor. Toen ik Ahmed en CP op back had gezet. Ik vind dat ongelooflijk, echt. Maar die Crivelli, die rozenkruisers, is echt te veel. Ik wil eigenlijk gewoon eerst de relax helpen. Oh, Edge is groot. Daar waren we zelf ook al achter gekomen. Neem alle tijd aan je nodig hebt. Edge is groot. Wij pakken Crivelli hoor. Ik moet wel nog één ding bespreken. Papa in het vraag te stellen. Je zou hier morgen weg moeten. Maar dat is toch... Ja, het is...